een van je grote helden is Charles Ives. Kun je nou zeggen dat hij jouw leven of je muziekleven dan wezenlijk veranderd heeft? Ja, dat is één uitvoering. Dat is dan ook zo'n moment dat je nooit meer vergeet. Dat ik aanwezig was bij een uitvoering van Three Places in New England. Ik denk 1965. En dat ik echt van mijn stoel viel. Ik viel van mijn stoel. Ik kende wel al dingen van Ives. En die intrigeerden me buitengewoon. Maar er was, ik had al op een piano recital kleine stukjes van hem gespeeld. En dus er was al iets in Ives, dat heeft te maken ook met de tijd waarin hij schreef, hè, het begin van de 20e eeuw, wat natuurlijk voor mij al het begin van die 20e eeuw, daar heb ik mijn hele leven vreselijk mee bezig gehouden. En dat er dan iemand komt die wars is van alle, ja, hij kon gewoon, voor mij was het de vrijheid, hè, dus dat muziek, en dat was ook midden 60e jaren, ik natuurlijk toch opgroeide onder die bijna, ja, dwangmatigheid van, je moest die kant op. Hè? Dat gevoel van, ja, als je mee wilde tellen in de muziek en onze generatie, dan was er maar één weg die je kon gaan. En daar was het serialisme. En daar heb ik me altijd ongemakkelijk in gevoeld. Ik ben iemand die nooit in Darmstadt is geweest, terwijl mensen van mijn generatie dat natuurlijk. Dus ik was er ook door geïntimideerd. Het was een soort druk die op je was. En daar word ik, opeens word je geconfronteerd met muziek die zo'n ongelooflijke vrijheid heeft. En waar al die dwang en al die regels en dat mag wel en dat mag niet. Dat deugt wel en dat deugt niet. Dat hele denken, dat opeens voelde ik me daar totaal door bevrijd. En dat was zo'n openbaring voor me toen, dat ik op dat moment dacht, ja, ik wil gewoon alles van die man weten. Dat was toen nog niet zo heel veel, heel veel dingen waren helemaal niet eens uitgegeven. Er waren een paar opnames, de Concorde Sonate, daar was hij natuurlijk beroemd, met name door Kirkpatrick's uitvoering. Dus dat was een stuk wat een enkele pianist wel speelde, en daar bestonden opnamen van. Maar er was niet zo vreselijk veel. En dus toen hebben we de Charles Ives Society opgericht, samen met Louis Andries en Bernhef. Bernhef en ik hebben dat boek over hem geschreven. Henk de Bie, die televisieprogramma's maakte, we hebben een televisieprogramma, we hebben concerten gegeven. He, dus het werd echt, het was ook wel een statement. Hè. Het was natuurlijk erg de 60e jaren natuurlijk ook, dat je het loskomen van alle banden. Dat moment van dat horen van dat stuk en de impact die dat op mij had, dat was voor mij echt een groot moment, ja. Ja. Als je de impact van Charles Ives naar de moderne tijd trekt, hoe actueel is hij nu nog? Nou ja, goed, het is nu natuurlijk geschiedenis geworden. Hè? Dus, maar in de 60 jaren was natuurlijk de ontdekking van Ives, was natuurlijk ook om, als het ware, die dwang, de dwangmatigheid en de strengheid, en dat je in een keurslijf kwam van je mag alleen maar dat doen, die bevrijding. Hè? Dus dat was het grote ding. En kijk, de muziek heeft zich daarvan bevrijd. En je kan nu niet meer zeggen dat componisten allemaal hetzelfde. Er is zo'n enorme variëteit in het componeren. Nu is Ives geschiedenis geworden, maar wel een van de grote figuren eruit. Ives was een man die dus in betrekkelijk kleine, in New England woonde, in een klein stadje. En gewoon eigenlijk zijn dagelijkse omgeving, ook zijn dagelijkse muzikale omgeving. Hè. Zijn vader was organist in de kerk, dus de hymnes die daar gezongen werden. De brassbands, die natuurlijk ontzettend belangrijk zijn in Amerika en bij hem. En dat zijn dagelijkse leven, dat is hè, over de steeples en de maanden, dus dat klokgebijer, hè, over de pavements waar je eigen straatclubje, gewoon, natuurlijk waar hij zelf verschillende malen over geschreven heeft, dat hij eens een keer als jongetje in dat stadje waar hij dan woonde was, en dat van twee kanten kwamen brassbands, en het was niet goed georganiseerd, en die clashten als het ware in verschillende maten en verschillende toonaarden speelde die. En dat hij dat zo'n geweldige muzikale ervaring vond, hè, hoe die clash van die. En dat soort gebeurtenissen die komen in zijn muziek
ontzettend veel voor. Hè? De clash van de twee bands in de Three Plays of New England is fantastisch. En in de Vierde Symfonie, je hebt het heel veel in zijn muziek. En hè, dus de dagelijks Amerikaanse wereld van rond 1900. Die, en dan met een geest tot stukken gemaakt. Ja, dat is fantastisch. Dat blijft ook nog altijd. Hè? Dus het is ook zo onverwisselbaar. Hè? Dat is de klank, de ideeën. Dus dat ook allemaal kan. Hè? Dus dat je gewoon een fanfarebandje hoort en je hoort een hymne en je hoort de klokken die over de heuvels komen. En, hè? Dus al die akoestische dingen die hij in zijn muziek gebruikt, ja, dat blijft nog steeds. Dat je van de Stiepels, maar met al die klokken die verspreid staan over. Dat is echt geweldig. En die twee blazers die op het podium staan, de trompet en de trombone. Ja, dat heeft toch niemand ooit zoiets opgeschreven? Dat is, het blijft volkomen uniek. Hè?